voor onze rechten, omdat de economie slecht gaat. En omdat we tot 67 jaar moeten werken. We zijn hier vandaag met heel veel en ik hoop dat we met nog meer komen vandaag. Want we laten niet ons zakken zitten. Je denkt niet dat je moet komen halen bij mij. Ga je bepalen die grote mannen met veel geld. Nou moet het gaan halen. Sociale regering ben, die ons wil werken tot ons dood vallen, ons geen vrijheid meer gunnen, ons in onze portefeuille zetten, op alle andere manieren. Ik ben hier voor de toekomst van mijn kinderen, voor de toekomst van mezelf en voor de toekomst van heel alle mensen die proberen een mooi leven op te bouwen in dit land. Ik ben hier vandaag omdat in meerdere maanden we zo met z'n allen komen tegen een rechtse regering die eigenlijk anders wil doen dan ideologische dingen veranderen in onze maatschappij. En daar tegen zeggen we heel simpel nee. In the dust, in the blood, shining valleys where the pure air recognized that my senses threw me open and I awakened to the cry. People have the power, people have the power, people have the power. Ja, waarom ben ik hier? Sowieso, het moet stoppen met de uitbuiting van de gewone mens. Sowieso, onze index standen af. Kinderbijslag. Onze kinderen zijn de toekomst. Daar moeten ze mee aan blijven. En ons loosmantingen in het bedrijf, dat moet gewoon stoppen.